Vandaag gaan we het grote orgel hier bespelen. En in het orgel kijken. Het Maarschalkerweertorgel uit 1890, dus kom maar mee. De trap. We lopen hier zo meteen het orgel door. Naar het orgel. Mijn vader. Wat gaan we doen? In het orgel kijken. We zijn dus nu in het orgel. En de pijpen staan altijd in het orgel, nooit ernaast. Behalve als we het niet doen, dan staan ze er wel naast. Of gewoon nog in. Bij een restauratie worden bijvoorbeeld alle pijpen er altijd uitgehaald. En dan zie je alleen de kast nog staan, maar dan doet het orgel het niet. Kijk, hier zo staan de pijpen van de cornet. En je ziet dat deze 5 pijpjes hebben. 1, 2, 3, 4, 5. En als je bijvoorbeeld de centrale C induwt, dan gaan 1 van deze rijtjes gaat dan spelen. Tegelijk. En dan hebben we hier de mixtuur staan. En dat is maar 1 toets tegelijk steeds, alleen het zijn 5 pijpjes. Dus bij deze ook, maar bij deze hoor je het minder, want die zijn meer ook op elkaar gestemd. Maar dit zijn echt verschillende lengtes. En dan hebben we hier zo nog de trompet. En je ziet dat die trompet een wijde pijper is. Want je ziet dat deze is niet zo wijd. Die is gewoon recht. Maar deze zie je echt hier zo, dat die veel wijder wordt. En dat komt omdat er zit een tongetje in. En dat tongetje, dat is anders. Want normaal is het zo'n streepje hier zo. Ja, dat is het mondje van de pijp. En daar komt de lucht door. Daar gaat de lucht eruit en dan krijg je klank. En dat is bij deze niet zo. Bij deze komt het door het tongetje dat gaat trillen door en dan komt de klank. 2 verschillende mechanismen. En dit is met een lipje. Dat is lood. Dat is de woudfluit 2. Dat zijn de allerkleinste pijpjes. Maar je hebt ook een hele grote. Die zijn daar en daar. Van de Bourdon 16. Zo, die hoor je bijna niet meer. Ja, we hebben hier ook een Prestant 16, alleen die heeft niet die laagste tonen, want die is diskant. Want je ziet die houten pijpen, maar als dat een Prestant 16 zou zijn, dan zouden die 2 keer zo lang zijn. Dus dat zou echt uit het dak komen als je ze op de begaande grond neer zou zetten. Want dat is daar zo met de subbas, dat is eigenlijk een fluit, maar het is in open, dus klinkt die harder. Die steekt zelfs uit het dak. En daar kunnen we dadelijk onze hand ook insteken. Zo groot is die. Kijk. Je hebt ook verschillende stemmechanismen. Bij de tongwerker heb je hier zo'n bruin dingetje. Als het naar beneden gaat, wordt hij hoger. En als hij naar boven gaat, wordt hij lager. Zacht. Ja, dat is heel hard. Je kunt het ook met een koptelefoon op doen. Vooral als je de bazuin moet stemmen is dat handig. Dat is een 16-voetse tongwerk en dat is nog 3 keer zo hard als dit. Ja. Bij de fluiten heb je zeg maar ook dit. Alleen daar zit dan dat witte niet en dan tik je op dat hoedje en dan wordt hij ook gestemd. Want fluiten, daar kan bij het hoedje naar beneden zakken en dan is hij niet meer goed. Dus dan tik je zeg maar op zo'n hoedje, want dat kan bij prestanten niet. Je ziet, dit is open. En daar kun je niet dan op tikken, want dat heeft geen zin. Prestanten hoef je ook niet te stemmen, want die zijn altijd gestemd. Oké. Ja. Lijkt een beetje op uitlaten. Ja, eigenlijk wel. Alleen, ja, deze lijkt een beetje vooral op een auto uitlaat. En zou die dan iets langer moeten zijn? Deze vooral. Ja, het is een soort Fiat uitlaat of zo. Ja. Dit is meer van een Ferrari. Nou, die zijn ook niet meer zo groot hoor. Die zijn gewoon zo lang. Dat is bij een Ferrari niet hoor. Oh ja. En je hebt daar ook die houten pijpen. Daar zit ook echt zo'n trekkertje op. Dus daar kun je het gewoon met je hand doen, want daar kun je niet met zo'n ding bij. Dus dan moet je echt met je hand er gewoon aantrekken. Oh ja. Kijk, het orgel heeft wind nodig. Want een orgel werkt op lucht, dus het is eigenlijk een blaasinstrument.
Want een piano die werkt bijvoorbeeld op de snaren. De toetsen zijn wel hetzelfde. Alleen eigenlijk werkt het heel anders. Nu binnen hier gaat de balg aan het werk. Er staat hier ook een metertje waarop gezien wordt hoeveel lucht er in het orgel zit. Dat ding gaat omhoog als er genoeg wind in zit. Moet je even daarin kijken, want dan, als het goed is doet de balg het nu. Dan kun je zien hoe de balg dan open gaat. Vroeger moest je dus gewoon als organist zijnde iemand meenemen die hier ging staan pompen. En ik moet je zeggen, dat is best zwaar. Ik sta hier allemaal heel hard te trappen, maar gelukkig hoeft dat nu eigenlijk niet meer. Er zit een elektrische windmotor in. Ja, kijk, dan is hij open. Dit is dus de windmotor. Dus hierin, als het orgel aanstaat, zou nu echt er een hele hoop wind uitkomen. Er zit hier dus eigenlijk een stofzuiger in. Alleen dan die tegenovergesteld werkt, zodat hij als lucht aanmaakt. Ik zal het orgel aanzetten. Staat het orgeltje aan. Ja, orgeltje. Nu zou als het goed is die balg omhoog moeten gaan. Kijk, en dat luikje staat nu open. Komt hier een hele hoop lucht uit. Kijk. Gaat de balg omhoog. Er ligt dus lood op, dus dat is echt heel zwaar. En nu wordt het omhoog gepompt omdat er lucht in komt. En dadelijk als je het orgel uit zou zetten, zou hij naar beneden zakken. Want hier zit dus die motor en die maakt nu een hele hoop wind aan. Kijk, nou staat de bal als het goed is helemaal vol. Dan kun je dus er gewoon op spelen. Dat kan nu. De bal gaat nu zometeen echt heel erg op en neer. Ik heb alle registers op deze, deze en deze nou openstaan. Maar nou wordt het dus heel hard. Luister maar. Als het goed is, ging die bal nu echt... Ja. Nu we toch met de wind bezig zijn, je kunt het geluid ook letterlijk laten trillen. Kijk, nu is het gewoon normaal. Kijk maar naar de balg, doet niks. Maar als ik deze trede, de tremulant, openzet, kijk, dan gaat de balg duwen en dan hoor je ook dit. En dan heeft hij nog een stand, dat is nog harder. Dan gaat de balg nog verder trillen. Kijk maar, dan trilt hij nog harder en dan... Dat gebruiken ze dus ook heel vaak met een uitkomende stem. Nu wat anders. Je hebt een hele hoop families in een orgel. Bijvoorbeeld de prestantenfamilie. De prestant 16, maar die doet het niet helemaal. Kijk, die doet het pas vanaf deze. En dat is... En dan heb je de prestant 4. Dan heb je ook de mixtuur, dat is ook een prestant. Maar die is niet zo mooi als je hem gewoon normaal gebruikt. En je hebt nog de quint. Dus als je dan die doet, plus die, plus die, plus die. Dus dan hebben we dit. Nou, dan heb je nog de fluitenfamilie. Kijk, dus je hebt de 16 voet, die is laag. Ik kan hem nog lager maken door dit te doen. Dat hoor je bijna niet meer. Ja, dat klopt. Maar zo kan het. Je hebt dan ook nog de 8 voet. Die is hoger. Dus dan kun je het wel zo doen. En dan heb je de 4 voet, die is nog hoger. Luister maar. Deze 2 voet, die is nog hoger. Maar kijk, je kunt met de 16 voet en de 2 voet kun je klokjes maken. Je hebt ook nog een kwintfluit. Dus zeg maar, normaal klinkt die zo. Maar een kwint, die gaat dan omhoog. Dus dan krijg je... En dus als je dan alle fluiten opentrekt, dan krijg je dus dit.
Dan heb je hier nog een hoop fluiten. De fluitharmoniek, dat is een harde. Dan heb je de boedelmacht. Dan hebben we de roerfluit 4. En dat waren dan de fluiten op het bovenwerk. Dus als je dan alles, alle fluiten opentrekt, dan krijg je dit. En dan heb je in het pedaal nog een fluit. Dat is de open subbas. Hij is open, dus hij is volle lengte. Dus die steekt boven het dak uit. En in de pijp van deze kun je ook je hand steken. Kom maar eens mee. Kijk, dat is deze pijp. Dus als mijn vader hem induwt, dan voel ik wind. En dan heb je nog de prestanten. Dan heb je de prestant 8. En we hebben er in het pedaal ook nog eentje. De octaafbas. Die heet ook octaaf, want octaaf is een ander woord voor prestant. Dus als je dan pedaal naar 1 erin doet, krijg je dit. En dan heb je nog de strijkers. Daar valt onder de violon 8. Dat is de enige strijker van het hele onderwerk. Die klinkt zo. Maar het bovenwerk zit helemaal vol met strijkers. Dan heb je er deze, dat is een gamba. Maar je hebt ook een voicelest. En die klinkt zo. Die is net wat hoger. Dus als je die wat samen doet, krijg je een mooie zweving. De salicet, ook een strijker. En die klinkt zo. Dus met de gamba erbij. In het pedaal er nog een, de violoncello. Die klinkt zo. Dan hebben we nog de familie van de tongwerker. De hobo heb je daarbij. En die wordt dan weer heel vaak gebruikt met die tremulant. Dit is de trompet solo. En die wordt meestal gebruikt als je alles openzet. Maar dat is een beetje te hard. En dan hebben we nog de bazuin. Dat is een 16 voet, dus die is lager. En dan hebben we nog de cornetten. Deze is heel speciaal, want die loopt helemaal door. En deze is niet op zichzelf gestemd, dus daar moet je dan wat bij doen. En je hebt nog op het benedenwerk, hier zo'n cornet. Alleen die is wel, daar zitten al die registers zeg maar in. Dus als je ze allemaal samen opentrekt, dan heb je natuurlijk een hele hoop herrie. Oftewel, dat is echt het allerhardste wat er is. Je hebt dus ook nog, daar zo, heb je deurtjes. Alleen dat ziet er nu uit als dicht, maar kijk, dan wordt door dit pedaal bestuurd. Dus als ik deze zou duwen, dan gaan die deurtjes open. Kijk maar, ik duw nu het pedaal in. Er gaat allemaal stroef. Dan gaan die deurtjes dus open. Dus als ik dan een akkoordje speel, wordt het harder, omdat er meer lucht vrij kan en dus meer klank. Alleen dan werk ik dus op dit klavier niet. Waarom? Dit klavier staat daar. En daar heb je die deurtjes niet. Thank you.
Maar als ik het orgel uit zou zetten... Ja, nu loopt ook de ballig leeg. Als de ballig aan het leeglopen is, kun je nog gewoon spelen. Alleen, dan wordt de klank steeds zachter. En dan met dit ventiel hier kun je zelfs de ballig nog een handje helpen. Dan gaat hij nog sneller. Dan staat het orgel weer uit. Dan kun je niks meer beginnen.